Dus, ik kan ook niet rechterop? Nee. Oké, okay. Nou ja, prima. Nee, dat zijn nog dingen die ik moet past doen. Past ook wel een beetje bij de auto. Zo! Dat is de compressor. Woe! Woehoe! Het feest is al begonnen, mensen. Ja. Ik ga je zo wel voorstellen. Helemaal goed. Dit blijft hij doen? Dit blijft hij doen tot hij over de 12 bar is. Oké, okay. Hoe lang duurt dat? 5 minuutjes max. 5 minuutjes? Maximaal. Oké, okay, we komen zo bij jullie terug. Dan rij ik ondertussen even rustig het dorpje door. En dan op het dijkweggetje, als de herrie weg is, gaan we echt ouwe worden. Gaan we doen. Ik kan de motor niet eens horen, joh. Ach, nee, maar op een gegeven moment gaat het gewoon weg. Weet wel, het is af en toe best irritant. Ja, ik kan me voorstellen dat dit niet, zeg maar, als je gisteren net die leuke stapavond gehad hebt. Wil je dit in de ochtend niet horen? Nee. Nee. Nou, laten we dan meteen, nee, laat ik je eerst even voorstellen. Hoe heet je, wie ben je, wat doe je, wat zijn je hobby's, schoenmaat? Nou, ik ben Tim de Vries, ik ben 21 jaar oud. En dit is mijn Nissan 350Z uit 2003. En in het dagelijks leven ben ik een vrachtwagenverkoper bij Mercedes. Kijk aan. En dit is de hobby, denk ik. Dit is de hobby. Ja. Dit is de hobby. Is het je dagelijkse auto? Nee, nee, dagelijks rijd ik een A-klas. Oké. Okay. Dus deze auto staat meer stil dan dat hij eigenlijk rijdt. Oké. Okay. Dus zo bespaar ik hem eigenlijk. Okay, dus je, dit is je project? Dit is mijn projectauto. Oké. Okay. Ja. Er is het een en ander aan gebeurd. Laten we eerst maar eventjes het voor de hand liggende ding tackelen. De herrie waar we mee begonnen, dat was de compressor die de airruit op, ja. Op druk bracht. Ja, klopt. Kan jij in een notendop uitleggen hoe dat werkt, airruit? Want niet iedereen zal het misschien kennen of weten hoe het precies in elkaar steekt. Het is zeg maar niet een standaard onderstel dus, maar met luchtzakken in plaats van veren. Hè? Dat is exact. Ja, je hebt nog wel een schokdemper eigenlijk. Ik heb het originele, ja. Of althans een goede vriend van mij heeft het originele onderstel eronder uitgehaald. Ja. En hebben wij voor en achter hebben wij luchtbal gemonteerd op schokdempers van Airlift. Ja. Oké, okay, de schokdempers zijn ook niet meer standaard. Nee, die zijn ook, het is eigenlijk volledig. Rondom is het helemaal aangepakt. Oké. Okay. Dat alles past. Achterin heb ik een tank liggen en onder de plank eigenlijk in de kofferbak zit eigenlijk een compressor en een computersysteem om het aan te sturen om te laten zakken. Ik heb hier ook een kastje waarbij je het mee kan laten zakken, digitaal. Oké. Okay. En ja, voor dagelijks rijden of in ieder geval voor het rijden gaat hij naar een bepaalde druk, gaat hij naar 4,9 rondom. Dat je nog wel gewoon normaal kan rijden en over de trams heen kan. Ja. En zet je de auto stil, druk je op één knop van het systeem, dan zakt hij eigenlijk volledig. Ja. Maar hij kan hem ook volledig laten zakken, of aan de linkerzijde, rechterzijde. Volledig los. Dus we individueel. Kunnen ook de nieuwe videoclip van Snoop Dogg, kunnen we hier, kan ik stuiteren? Nee, stuiteren kan niet, dan heb je uitrollings nodig. Ah, oké. Okay. Nee, dit is echt meer voor, voor show eigenlijk, zeg maar. Voor show. Ja. Dat is voor jou ook de reden om het te doen, het is niet zeg maar dat het comfortabeler is of... Nou, het is wel een stukje voor show, ja. En eigenlijk, het is wel een klein beetje comfortabeler. Ja. Maar het is niet van je zegt van, ik rijd een dikke S-klas of zo. Zo voelt het niet. Nee. En dat is ook niet zo in te stellen? Dat zou je wellicht wel in kunnen stellen, want ik heb nou de hardheid voor en achter op de middenweg gezet. Want je kan hem namelijk in 30 standen aanpassen. Nou, hij staat nu tussen stug en tussen normaal eigenlijk, of in ieder geval tussen zacht. Oké. Okay. Mocht je trouwens denken van, Kasper, wat zit je erbij? De elektrische stoel is kapot, hè? Ja, dat je niet denkt dat dit mijn standaard rijhouding is. Zeg maar, dit. Dat is het niet, maar ik kan even niet anders. Maar goed. Nee, dat zijn nog dingen die nog worden gemaakt. Actiepuntjes. Dat zijn actiepuntjes, ja. Wat heb je er verder aan gedaan? Even los van die airride. Dat, De auto is in februari volledig overgespoten. Okay. Hiervoor was hij de originele grijze kleur van Nissan eigenlijk. Ja? En nu zien het, dit is dat donkergrijs of die licht zilvergrijs? Ja, donkergrijs. Okay, een beetje meer tegen de andere seat aan, zeg maar. Ja, precies. Ja, ja, en dan zat, de auto had wat puntjes her en der. Ja. Wat roestplekjes waar ze wel bekend om staan. En ja, ik dacht, ja, een vriend van mij is een spuit, laat ik maar meteen overspuiten eigenlijk. Oké. Okay. Dus dat hebben we meteen gedaan. Ja, ik vond deze kleur vond ik altijd wel een hele mooie kleur op een wat sportievere auto met wat met coupébeleiding en dergelijke. Ja. Vind ik het wel dat het goed uit heeft gepakt. Oké. Okay. Qua kleur. Was het een kleur die je van een andere auto een keertje had afgekeken? Nee. Of, dit is echt van een kleurstaaltje komt het af, dus deze is echt, laat zeggen, speciaal gemaakt. Het is niet door middel van kleurcodes of iets dergelijks. Oké. Okay. Maar het is speciaal zo gemaakt, gemengd. Cool. Met die herhuis.
uit hoef ik geen rekening mee te houden dat ik helemaal geen wegligging heb of zo. Hè? Het is gewoon het is echt puur vervanging van veren, zeg maar. Ja, ja. En het is ook wel wat sportiever ingesteld, want airlift is ook gewoon in Amerika ook gewoon een gebruiks op circuit. Ja, oh, echt waar, hè? Ja. Oké, okay. Op het circuit? Ja. Maar dan is het zeg maar een oplossing die op het circuit bruikbaar is, of gebruiken ze het echt specifiek op het circuit? Zeg maar om prestaties te verbeteren. Prestaties te verbeteren. Rondetijden, althans ik heb eens een keer een filmpje gezien van Airlift zelf. De rondetijden worden sneller. Het zijn wel een paar seconden. Maar het scheelt wel echt. En het is ook voor de deinen van de auto. Ja, het wordt nu allemaal automatisch geregeld door het. Hij houdt hem zelf vlak, zeg. Ja. Oké. Okay. Dus overhelling heb je niet echt. Lachen. Oké, los daarvan. Terug naar de dingen die je hebt aangepast. Terwijl die meneer eventjes lekker op de weg blijven rijden. Precies. wat heb je er verder nog aan gedaan? Je hebt andere wielen eronder zitten. Volgens mij zijn dat ook niet de standaard Nissan wielen, of wel? Nee, klopt. Dit zijn 19-inch wielen van Rota. Ja. Dit was even een snelle oplossing, want ik wilde eigenlijk andere velgen. Want ik wilde de auto eigenlijk helemaal af hebben. Toen ik gespoten was, ik zei, doe maar meteen nieuwe wielen erbij. Ja. Dus voor is 19-inch. 9,5 J breed en achter is 19 is 10,5 J breed. Hopla. En voor ligt 2,45 breed onder en achter 2,65. Dus je gaat niet te vaak driften, want die bandjes zijn niet goedkoop, gok ik. Bandjes zijn niet heel goedkoop, maar het is af en toe wel leuk om eens een keer mee te spelen. Hij is af en toe wel heel happy. Ja? Vooral als je de traction control knop uittrekt, dan dan is je wel speels. Lachen. Ja, want speels, dan komen we bij vermogen uit natuurlijk. Ja. 80 pk standaard volgens mij. Heb je daar iets aan gedaan? Ja, er zit alleen een andere luchtfilter op. Okay. Ook luchtfilter en achter nog een ander uitlaatsysteem. Okay. En er komt binnenkort nog een open pijp in het midden te zitten. Okay, met meer dus geluid. Nog niet heel veel meer pk's. Nee, het idee een paar is bonus pk's misschien van dat luchtfilter en die uitlaat. Ja, of er iets van merkt als een tweede. Ja, precies. Okay. Maar het idee is misschien in de toekomst een twin turbo of een single turbo erop te laten bouwen. Okay. Dat ik net iets meer vermogen heb. Alright. Iets meer. Hey, en je hebt die achterop, je had het over de uitlaat, maar je hebt daar ook een andere spoiler op zitten. Of tenminste, je hebt er een spoiler op zitten. Ja, dat is een ducktail spoiler van Rocket Bunny. Dus die is net wat, ik vind hem net wat mooier dan de originele spoiler eigenlijk. Oké. Okay. En ik allemaal mooi kunnen combineren tijdens het overspuiten. Rocket Bunny, dat zijn die gasten die... Ja, maar dat doet ook goed, prima. Ja. Dat zijn die gasten die ook die extreem brede bodykits maken en zo. Hè? Is dat dan een volgende stap voor je? Of, Nee, dat is voor mij net iets te eigenlijk. Dat is niet, nee. Het is wel leuk, maar er komt er zoveel bij kijken. En, qua onderstel en zo bedoel je? Ja, ook, want je moet een stuk breder banden. Want je moet ook jouw zijschermen moet jij open slijpen eigenlijk. In feite, anders past het niet meer met jouw wielen eigenlijk. Maar je zou het wel willen eventueel? Ik zou het wel willen, maar... Ik hou ook wel een beetje van de clean look, zeg maar. Ja. En dat heeft hij nou nog een beetje. Ja. Maar het zijn altijd nog plannen. Het klinkt wel lekker. Het klinkt heel leuk. In Japan, volgens mij noemen ze hem ook Fair Lady Z, hè, naar die oude pakken. Ja. Daar wordt veel meer teruggeharkt op het retro verhaal, de legacy van al die Z-modellen. In Nederland hebben we daar natuurlijk niet zoveel besef van. Nee, in Nederland gewoon 3-5 set. Ah, wel gaaf. Ik weet nog heel goed mijn... dit motorblok ken ik vrij goed, dat dan weer wel. Doordat iemand bij mij in de familie een Murano had. Dat is in principe hetzelfde blok natuurlijk, maar dan met zo'n irritante CVT-bak eraan. Dus dat is dan weer niet te vergelijken. En ik weet dat die op een gegeven moment een keertje weg was voor reparatie. En toen kreeg hij als vervangende auto een 350 Z mee. Dat was een van de eerste echte sportwagens waar ik toen in reed. Wel echt, dus blijf je dan toch altijd een beetje bij. Zeg maar. Ja, dat is waar. En dit is ook echt voor mij de eerste keer dat ik een sportwagen heb gereden eigenlijk. En het is meteen de auto voor mezelf eigenlijk. Ja, het is ook wel een auto die gewoon goed oud is geworden. Hè? Want het is natuurlijk ondertussen een ontwerp van, wat is het? Een kleine 15 jaar oud denk ik, of zoiets. Ja, de auto is uit 2003. Nou ja, dan ga je bijna 15 jaar oud. Dus hoe heet het? Het oogt niet super gedateerd, zeg maar. Ik vind het nog steeds gewoon echt een strakke auto om te zien. Dus te zeggen dat die 5-6 jaar geleden nog nieuw verkocht werd, dan zou je het ook geloven. Ja. Gaaf, man. Ja, dat vind ik ook het mooie aan de auto. Ja. Je ziet niet dat die eigenlijk in feite al een paar jaar oud is.
Ben je nog specifiek naar bepaalde opties op zoek geweest toen je die auto ging kopen? Want je had bijvoorbeeld, ik weet, je had volgens mij de, was denk ik de track uitvoering. Die had dan lichtere wielen en Brembo's en weet ik het allemaal. Ja. Ben je dan bijvoorbeeld naar dat soort opties gaan kijken? Of, ja, in, ik weet wel, in Nederland zijn er alleen de normale 356 geleverd en de, ja, wat je zegt, de track editions. Ja. Je hebt ook verschillende motorvarianten. In 2003 had je 280 pk en na 2006 had je 200 en... 290 pk volgens mij, dat weet ik niet 100% zeker. Okay. Maar wat ik echt wilde hebben zijn de Brembo remmen en het lederen interieur, eigenlijk deze kleur. Ja. De Alazina kleur eigenlijk. En dat was deze auto. Nou ja, volgens mij niks mis mee. Nee. Ik vind hem wel lachen. En ik ben altijd voor pindakaaskleur in het interieur. Ja, ik ook. Cognac een beetje vind ik prachtig. Ja. Je kan je dus zelf bijstellen, zeg maar, op welke toeren die moet gaan knipperen dat je moet gaan schakelen. Dat is op zich wel handig. Want ik heb bijvoorbeeld een keer, Clio RS heeft dat bijvoorbeeld. Die geeft dan zo'n piepje als je moet schakelen. Megane RS volgens mij ook. Maar dat is echt vlak op de reflimiter. Dat is echt 200-300 toeren of zo. Okay. Dus dan hoor je dat piepje en als je daarop acteert, ben je eigenlijk al te laat. Eigenlijk moet je weten waar het piepje zit en dan precies op het piepje schakelen. Maar ja, natuurlijk, dan heeft zo'n piepje niet zoveel zin meer. Kijken, maar het is financieel, het zijn best dure dingen, die turbo's. Ja. En moet er ook nog opgebouwd worden, maar dat is een plan voor volgend jaar wellicht. Dus het hoeft allemaal niet per direct. Alles is in feite al best snel gegaan. Ik heb de auto nu sinds november en ik heb hem laten overspuiten, air uit te laten monteren. Ja. Velgen. En wordt het dan wordt het een voor de hand liggend merk als G-Ready of iets in die richting? Of, G-Ready of Garrett. Ja. Of is het Granny? Ja, zeg je Granny? Ik ken het alleen maar van de stickertjes uit het nieuwe spelletje. Ja. Dus ik zeg altijd G-Ready, maar dat is puur de invulling die er als 16-jarige jongetje ooit aangegeven heb waarschijnlijk. Nou, maar er is in ieder geval genoeg aftermarket spullen te krijgen voor de auto. Ja, precies. Spulletjes genoeg. Exact. Tof man. Hey, en is dit naar de auto die zeg maar tot je dood bij je gaat blijven? Of, Wacht, ik ga even rechtdoor. Nou, dat denk ik niet. Nee? Nee. Nee. Wat is de droom? Wat moet het ooit worden? De droom is echt GTR of een R8. GTR of een R8? Ja. Oké, okay, en dan GTR nieuw of ouder? Of, nou, wel de R35, dus het nieuwe model. Zeg maar wat ze nu nieuw verkopen. Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. En dan ook op Airride? Nee, dan gaan we meer de... Gaan we meer trackway-specificatie... Ja. Alright. Dat zijn nog allemaal plannen dat... Ja, je bent nog jong. Ik ben nog jong, gelukkig. Ik kan het zeggen, je hebt nu al een auto waar een hoop mensen jaloers van worden, denk ik. Dus ja. Gaaf, man. Alright. Nog een uitsmijter? Heb je nog iets wat we moeten weten over jou of de auto? Of, Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee. Mooi. Dan gaan we hem bij deze afsluiten. Bedankt dat ik in je auto mag rijden. Geen dank. Hartstikke leuk dat ik erbij mocht zijn. Lachen ervaring. Heb jij ook een gave auto? Meld eventjes aan via het formulier op de website en... Wie weet kom ik of Wouter met jouw auto rijden. Hoi. Tot ziens. Kijk. Gaat hij nou meteen weer zakken trouwens? Als we nu... Nou, als we hem willen laten zakken. Even kijken. Je kan hier front, rear. Front.
Hij valt ook echt al te bonkstof, hè? Ja, hij valt echt op de top mounts eigenlijk. Eigenlijk is er niks, ja, meer, niks meer over. Nou, mooi. Dan kan ik er nu gewoon uitrollen. Mooi, mooi gelijkvloers. Veel mensen die wat ouder worden willen gelijkvloers wonen. Nou, nu hebben ze het. Ik wil gelijkvloers auto rijden. Doei!